Ultralight High Life, UL. UL staat voor Ultralight. Het bordje weegt niet heel zwaar. Tof aan het bord, dus hij heeft een gerokkerde neus en een normale til. Daardoor krijg je een directionele baseline. En dat wil eigenlijk zeggen dat het bord gewoon een duidelijke voorkant heeft en gewoon vooruit gereden moet worden. Het bewijst dat directionele boards niet dood zijn, want volgens mij is driekwart van de boards tegenwoordig twin. Als we heel eerlijk zijn, rijdt eigenlijk iedereen gewoon 99% van de tijd vooruit. Nou, voor die 99% van de mensen is dus dit bord. Weet je, heb jij vrienden die skiën en gaan ze, zit je een weekje in Val Thorens en zijn ze in 3 dagen het hele gebied aan het rondstrepen? Dit is de plank waarop je ze bijhoudt. Je krijgt een super stabiele ride door de slime mals, scheelt ook veel energie. En als je nou een keertje het park in wil duiken, kan het ook nog wel op deze plank. Oké, dit is echt een aanrader van de Taste.